FC Groningen heeft een boete gekregen van 15.000 euro van de KNVB vanwege de brand in de Euroborg half april. Ook kreeg de club een voorwaardelijke straf voor het spelen van één wedstrijd zonder publiek met een proeftijd van een jaar. Vlak voor de wedstrijd tegen Ajax gooiden supporters wc-rollen op het veld. Die werden aangestoken waardoor brand ontstond. Het is nog niet duidelijk of Groningen in beroep gaat. De werkgevers in het streekvervoer hebben een nieuw cao-bod gedaan. De werknemers krijgen 12% loonsverhoging en een 13e maand. Voor die 13e maand moeten wel 17 ATV-dagen worden ingeleverd. De werkgevers houden wel vast aan het inleveren van een kwartier pauze per dag. De vakbond CNV gaat het bod aan de leden voorleggen. FNV-bondgenoten reageerden negatief. De buschauffeurs voeren al enkele maanden acties voor een betere cao. De krakers van het voormalige postkantoor aan het Zuiderdiep gaan er aan het einde van de maand uit. De eigenaar van het pand wil een restaurant investigen. Als de vergunningen er zijn, verlaten de krakers het oude postkantoor. Het pand werd een jaar geleden gekraakt en het stond toen al enkele jaren leeg. De raadsfracties van VVD en D66 willen dat het stadsbestuur een proef begint met een nieuw middel ter preventie van woninginbraak en diefstal. Het gaat om kunstmatig DNA. De politie kan die artikelen, als ze gestolen zijn, via UV-lampen terugleiden naar de eigenaar. Bewoners krijgen een sticker op de deur, zodat dieven weten welk risico ze lopen. In 7 Nederlandse gemeenten loopt al een proefproject.